Over de grens, dat is dit jaar het thema van Nederland leest. Het idee is dat mensen het boek gaan lezen en daar met elkaar over in gesprek gaan. Maar wordt er in Nederland nog zoveel gelezen? We hebben het idee dat er nog veel gelezen wordt in Nederland. En dat zien wij ook hier in de bibliotheken. Het loopt lekker door. Ook in de vakantie zien we ook nog wel weer veel kinderen die lezen. Dus ja, dat doet me deugd dat er nog wel veel gelezen wordt. Ja. Wij bereiken de mensen die niet lezen door middel van allerlei activiteiten in de bibliotheek. En daarnaast heb ik ook nog heel veel collega's van de jeugd die juist ook op scholen heel veel doen aan het bevorderen van leesplezier. Want met name het plezier, dat staat wel voor bij ons als bibliotheek. Wij doen mee aan Nederland Leest. Het is een landelijke campagne, dus alle bibliotheken doen daaraan mee. Of tenminste bijna alle bibliotheken doen daaraan mee met Nederland Leest. Juist ook weer om dat leesplezier te bevorderen, om de boeken weer op de kaart te zetten. En daarom organiseren we ook allerlei activiteiten rondom deze campagne. En krijgen de mensen een gratis boek van dit keer van Adria van Dis. De doelgroep die wij willen aanspreken met deze actie zijn eigenlijk alle volwassenen. Iedereen die van lezen houdt, die zijn welkom. Het thema van Nederland Leest is over de grens. En dat is juist zo mooi aan boeken. Hè? Met boeken ga je juist over je grenzen door middel van lezen. En kruip je in een boek, kruip je in de huid van iemand anders. En kom je in een andere wereld terecht. Waarbij je gewoon over je eigen grenzen gaat en nieuwe grenzen leert kennen. En bij dat thema hoort ook bijvoorbeeld dit boek van Adriaan van Dis, De Wandelaar. Is een heel mooi geschreven boek. En die krijgt iedereen ook cadeau bij de bibliotheek.